Bon dia, nieuwe dag en dus weer een nieuwe vlog. Jawel, het is al wat later in de avond, ik pak mijn camera nu pas. Eigenlijk zou ik vandaag niet eens gaan vloggen. We waren een beetje vandaag aan het luieren, het is zondag, dus je weet toch. Gewoon even zondag, even luieren en zo. En mijn vriendin kwam met een plan van, joh, kom we gaan uit eten. Er is een restaurant hier in Breda die we al een paar keer een poging hadden gewacht om daar te gaan eten. Maar iedere keer konden we geen reservering krijgen. Het schijnt een van de beste restaurants te zijn wat betreft vlees, biefstuk, weet je, entrecote, perrips. Het heet Con Fuego. Dus eindelijk heeft ze net een poging gewacht om te reserveren. En het is gelukt, dus wij gaan zo meteen al uit huis vertrekken. Zij heeft om 19:30 gereserveerd en het is nu 19:30. Dus we gaan zo meteen even alvast uit huis vertrekken en dan gaan we even lekker eten. Voor de rest, ik heb geen idee wat er op de planning is. Dus we gaan gewoon even lekker eten. Dus check jullie zo. Jawel, super lekker om te eten bij Con Fuego, hè? Con Fuego. Con Fuego. Con Fuego. We lezen net dat Kobe Bryant overleden is in een helikopterongeluk. Net gebeurd. Dat is echt gewoon triest als dat hoor. We moeten nog kijken als het klopt, maar het is heel triest. Ja. In ieder geval, wij gaan nu weer richting de auto. Jawel, en we zijn weer thuis. Lekker wezen eten bij Con Fuego. En wat ik net tegen jullie zei van... Er gaan berichten rond dat Kobe Bryant, de basketballegende, overleden is in een helikoptercrash, ongeluk. Ja, het is waar mensen, het is gewoon super droevig. De man is maar net 41 en voor wat we nu lezen schijnt dat zijn dochtertje, die altijd bij hem is, ook op diezelfde helikopter gezeten heeft en dus het ook niet heeft gered. Want iedereen is omgekomen die in de helikopter zat. 13 jaar. Ik moet er niet aan denken, man. Ik moet er niet aan denken. Sowieso rest in peace naar de legend. Iedereen die hem. Iedereen die hij een voorbeeld voor was, sterkte hiermee. Want ja, Kobe Bryant was natuurlijk een man die heel veel mensen heeft geïnspireerd om een beter mens van hunzelf te maken. Weet je, de mamba mentality en verzin het maar. Gewoon keihard werken om je doelen te bereiken en dit en dat. Dus dat is sowieso een persoon die voor heel veel mensen heel veel heeft betekend. Dus ja, weet je, net in de bloei van je leven, 41 jaar, is gewoon echt bizar. Het is gewoon zonde. Op momenten dat deze dingen gebeuren, beseffen we weer hoe eigenlijk kwetsbaar we allemaal zijn. We zijn allemaal mensen. Je weet maar nooit wanneer het je laatste dag is, mensen. Daarom zeg ik altijd, hou van elkaar, geniet van elkaar vooral. En ja joh. Streurig. In ieder geval, rest in peace legend. Ja, ik ga kijken wat we nog van vandaag mee gaan doen, man. Ik probeer het zo positief mogelijk te houden, zoals altijd. Je weet het zelf. Maar dit is wel heel treurig nieuws natuurlijk. Ja, het is echt treurig nieuws. In ieder geval wat anders. Morgen krijg ik visite, bezoek. Dus wat ik zo meteen ga doen is... ik denk niet dat ik heel veel bijzonders meer vandaag ga doen. Ik ga gewoon even een beetje opruimen en alles. Want de bezoek komt al best vroeg. Dus heb ik geen zin om morgenochtend al die dingen te gaan doen. Dus ik ga nu even gewoon stofzuigen. Even een dweltje erin gooien. En dan is dat al klaar. En als ik nog wat bijzonders ga doen, zullen jullie dat vanzelf merken. Vandaag, dag 6 trouwens, poging stoppen met roken. Het gaat goed, het gaat nog steeds goed. Zo nu en dan heb ik nog wel trek. En dan spreek ik even snel. Het begint te wennen. Het wordt steeds... Oeh. Maar die smaak zal ik nooit aan wennen. Als je een poging wilt doen om te stoppen met roken, dan raad ik je dit aan. Nogmaals, dit is niet
geen reclame of wat dan ook. Voor mij, het helpt mij. Ik ben al bezig met dag 6. En ik heb vandaag pas 2 keer moeten sprayen. Dus ik merk dat dat ook steeds minder wordt. Snap je wat ik bedoel? Dus iedereen doet het op zijn eigen manier. Maar ben je iemand net zoals ik die altijd moeite heeft om te stoppen met roken? Heb je een paar keer eerder al poging gedaan en het is je niet gelukt? Overweeg dit. Want voor mij helpt het. Het heeft al eerder geholpen, zoals ik eerder verteld heb. Ik was iets van 3, 4, waarschijnlijk 4 maanden. Ja, ik had laatst uitgerekend. Iets langer dan 4 maanden was ik gestopt met roken. Toen had het mij ook geholpen. Alleen het is wel nasty. Ik moet jullie zeggen, het is echt nasty. Je moet eraan wennen. Het wordt steeds minder in het begin. Ik had een paar keer gevoel dat ik ging overgeven alles. Dus zo slecht is het. Ik heb mijn vriendin laten sprayen bij haar. Ze ging bijna over haar nek. Zo erg is het, mensen. In ieder geval. Ja. Ik weet niet, man. Ik ga even hier een huis verder.